Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon. Aflevering 79 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Vanaf of vanuit het Walhalla voor de motorrijder in Nederland, namelijk Motorbeurs Utrecht. Daar zitten wij in ons glazen huis. De allerlaatste dag, de laatste loodjes, de laatste mooie dingen gaan vandaag gebeuren. Ja, inderdaad. Onder andere de motor die weggegeven wordt. Of tenminste, ja. Één iemand die zijn motor gekocht heeft tijdens de motorbeurs krijgt het aankoopbedrag in zijn geheel terug. Ja, we mogen straks met Miss Motorbeurs bekendmaken wie de gelukkige is. Dan ben je echt wel blij dat je hier geweest bent. Ja, dat denk ik ook. Nou, ik ben sowieso blij dat ik ben geweest, want ik heb genoten. Niet alleen van de vele luisteraars die langsgekomen zijn. Dat is toch wel, het is gewoon leuk om oog in oog te staan met de luisteraar. Normaal gesproken zitten wij in een afgesloten studio ergens in de Mediastad in Hilversum. En we hebben geen idee welke gezichten er bij onze luisteraars horen. Nee, het was heel tof dat er heel veel van onze luisteraars langs zijn geweest. Dus ben je in onze stand geweest, heb je een handje geschud, ben je even komen kijken. Of zelfs ben je met ons op de foto geweest. Ik ben niet normaal, zoveel mensen zijn er een foto komen maken. Heel leuk. Ja, leuk dat je zo tof en enthousiast reageert. Daar doen we het voor. Ja. We hadden nog even een polletje, tenminste. Even een soort van onderzoekje. We hebben al eerder onderzocht of jij een nieuwe motor moest kopen. Maar ja, ik had zelf ook een mooi exemplaar gezien. Hebben we even op onze Insta gezet. En eens even gekeken wat de gemiddelde luisteraar daarvan vindt. Ja, die uitslag die was in het begin nog positief. Peter, je moet hem kopen. Maar die werd de eindstand was uiteindelijk 50-50. Ja. Doe het wel, doe het niet. Het gaat om een hele mooie Harley. Wat mij betreft een hele mooie Harley. Maar ik kwam er gisteravond al achter dat de grootste nee-stemmer mijn eigen meisje is, notabene. Dus dat vandaar. Ja, dat was wel eventjes. Volgens mij heeft ze nog een aantal vriendinnen ingeschakeld ook om ervoor te zorgen dat de nee, maar uiteindelijk is het 50-50 geworden. En notabene, ik wilde deze motor dus kopen zodat zij lekker achterop kon zitten. Dus nou, als ze hem niet wil, dan bekijkt ze het ook maar. Toch zeiden een aantal mensen, Peter, je moet het wel doen. Dutch Minionaner Bike zegt, als hij daar gelukkig van wordt en geen halve hartverzakking van het prijs kaartje krijgt, zou ik adviseren het te doen. Lowlands Biker Store, daar staat die bike. Die zijn natuurlijk, ja, je bent van harte welkom. Dennis Heijmans die zegt, ja, als Peter het budget ervoor heeft, doen voor het te laat is. Ja, ja, het wordt hem niet, denk ik. Nou ja, ik krijg wel een halve hartverzakking van de prijs. Ik bedoel, dat is ook gewoon voor mij hartstikke veel. Maar ik dacht inderdaad, hij is mooi en het, ja, nou ja, goed. Je kent het wel, hè? Volg je hart. En ja. Natuurlijk, je bent maar één keer op deze planeet. Tenminste, daar geloof ik in. Er is geen hiernamaals. Dus als je iets wil doen, moet je het hier en nu doen. Dus ja, dat zou dan een argument voor. Nou, ik slaap er nog even over. Ja, en over hier en nu gesproken. De vorige poll over de Yamaha R1. Daar toch zeiden er wat mensen doen. Maar toen ze de kilometer, aantal kilometers zagen, toch niet doen. Dennis, slimme deal om dat niet te doen. Ik ga er toch nog even verlekkerend naar kijken straks. En ik heb ook een mooie Honda Fireblade 1000cc gezien. Mooie raceuitvoering. Zwart, mooi mat zwart. Carbon erop, alles erop en eraan. Wel een beetje aan de prijs, maar 12.000 kilometer gelopen. En ik heb ook een mooie BMW gezien. Dus drie droommotoren. Ik denk dat we straks eventjes een rondje over de beurs moeten gaan maken. En dan speciaal voor vrienden van de show nog een nabrander moeten doen. Dan gaan we er even uitgebreid in ieder geval bij één van die drie kijken. Ja, en misschien koop je hem dan toch nog wel. Ik beloof niks. Je weet het niet. Of er moet een mooie exposantenkorting op zitten. Maar ik weet niet of dat bestaat, exposantenkorting. Dat gaan we nog even uitzoeken. Stay tuned, blijf bij de Motorpodcast en je hoort hoe dit afloopt. De Motorpodcast. Achter het vizier van Tom Kroijmans. Welkom in ons glazen huis hier op Motorbeurs Utrecht. Fijn dat je even aan wil schuiven. Ja, uiteraard. Dankjewel. Jij bent Head of Motorrad BMW en voorzitter Rij GT Sexy Motors. Dus ja, eigenlijk chef motorrijden Nederland, kort samengevat, denk ik. Nou, zo kun je het samenpakken, ja. Bij jouw eerste functie zijn wij natuurlijk wel benieuwd naar de eerste vraag die wij eigenlijk aan iedereen altijd stellen. Waar rij je op? Ja, nou, dat is een logische vraag. Ik zit in een positie dat ik eigenlijk bijna kan kiezen wat ik zou willen rijden. Maar mijn grote voorkeur gaat er wel uit, zeker omdat ik veel kilometers maak. Op de Adventure, de 1250 GS Adventure of de K1600 GT. Ja, dat is natuurlijk echt voor de lange afstanden helemaal subliem. Wat een luxe dat je gewoon kunt kiezen.
Heerlijk. Ja, dat is een bijkomend voordeel van deze functie, ja. Inderdaad. Waar is de motorpassie voor jou ooit begonnen? Mijn motorpassie is eigenlijk van kleins af aan begonnen. Met de brommers. De kleinere brommers proberen ze nog wat sneller te laten lopen. En toen 18 kwam, de 18 jaar kwam, ja, eerst mijn motorrijbewijs gehaald. En daarna mijn autorijbewijs er eigenlijk direct achteraan gehaald. Eigenlijk altijd motor gereden tot, ik ben het standaard proces gevolgd ongeveer. Totdat de kinderen kwamen, dan ging de motor iets verder achter in de garage. Totdat op een gegeven moment zei moederlief van misschien moeten we de motor even wegdoen. Nou, de motor weggedaan, de kinderen worden groter, de motor komt weer terug. En vanaf dat moment rijd ik gewoon volop dagelijks motor. Wat was de eerste motor die je ooit aanschafte? Kom lekker dicht bij de microfoon, want er gaat iemand stofzuigen hier. De eerste motor die ik aanschafte, dat was een Kawasaki GPZ 750. Dus meteen wel behoorlijk wat vermogen aangeschaft inderdaad. Kun je hem omschrijven voor de mensen die Kawasaki niet kennen? Viercilinder, zwart, rode striping, rood-oranje striping zat erop. Eigenlijk, als ik achteraf terugkijk, had ik beter op een CB400 kunnen starten dan meteen op zo'n grote hier. Maar ja, op dat moment... Achteraf, is altijd achteraf, dat soort dingen. Altijd achteraf, ja. Nooit spijt van gehad, van die grote stap meteen? Nooit, nee. Nooit spijt gehad, nee. We maken even een tijdsprongetje naar nu, want jij hebt van je hobby, je passie, letterlijk en figuurlijk je werk gemaakt. Je bent Head of Motor at BMW en voorzitter van de Rij GT Motors. Wat doet de voorzitter van Rij Sexy Motors? De Rij Sexy Motorfietsen, ons bestuur van de Sexy Motorfietsen wordt gevormd door alle merken. Dus alle merken die aangesloten zijn bij de Rij zitten ook in het bestuur. En wat we daar willen bereiken is datgene wat wij als merk alleen niet kunnen bereiken. Dus op het moment dat we over de Rij spreken of in de vergadering hebben, zetten we ons allemaal onze merkpet af. Omdat we daar echt voor het gezamenlijk belang van de motorbranche aan het werk zijn. De speerpunten die we voor het komend jaar onder andere op de orde of op de agenda hebben staan, is uiteraard die rijbewijsrichtlijnen voor Nederland. Zoals wij in Europa al in veel landen zien, is dat je met een autorijbewijs ook tot 125 cc mag rijden. Wat in Nederland gewoon nog niet van toepassing is. Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom mag je in Nederland... Dat is eigenlijk wel heel erg raar, want je zei het net al, in alle landen om ons heen is dat eigenlijk gebruikelijk. Ja, dat klopt. In de afgelopen jaren zijn er ook weer wat landen bijgekomen. Duitsland is dezelfde weg gaan wandelen als België. Griekenland is van start gegaan. Daar zie je met name in tot 125 cc een enorme boost in de registraties. Wij hebben het in Nederland nog niet, maar we willen het wel echt nadrukkelijk op de kaart gaan zetten. Het komt ook voort uit het feit dat wij geen certificering hebben voor onze rijscholen. Dus wat je in Duitsland moet hebben, je moet een x aantal uren aantoonbaar bij een erkende rijschool een aantal uren gereden hebben. En dan kun je je motorrijbewijs halen voor 125 cc. Wij hebben nog geen certificering voor onze rijscholen. Dus het is ook heel moeilijk om dat aan te tonen van ja, ik heb zoveel uur goed onderricht gehad en ik kan nu op voor het rijexamen. Ja, want als je eenmaal begonnen bent met 125 cc en nou je gaat lekker op de snelweg, hè, gaat niet zo heel erg hard natuurlijk, dan wil je groter, dus dan ga je automatisch verder. Het zou een enorme boost zijn voor de motorbusiness. Het zou inderdaad een enorme boost voor de business zijn. En jullie weten ook van ja, als je er eenmaal op hebt gezeten, dan raak je een beetje terug. Verslaafd. Ja. Maar het heeft ook nog andere grote voordelen. En dan praten we over de mobiliteit. Of de mobiliteitsproblematiek in Nederland, het dichtslippen van de motorfietsen. Kijken hoe we mensen uit de auto toch meer op de motorfiets kunnen krijgen voor gewoon werkverkeer. Ja, hoe makkelijk, hoe laag kun je een drempel maken door te zeggen van nou, je mag inderdaad op een kleinere motorfiets rijden. Op het moment dat je je autorijbewijs hebt, en dan wellicht aangevuld met een x-aantal rijlessen. Maar zorg dat die drempel naar beneden gaat, dat mensen uit die auto komen. Gewoon werkverkeer op twee wielen kunnen doen. En niet alleen op de motorfiets of op de fiets of op de brommer. Maar al die twee wielers die echt een verlichting gaan brengen in en om de stad. Ja, het zou heel slim iets zijn. Maar ja, zijn ze in de politiek echt heel slim? Nou goed, daar gaan we het een andere keer uitgebreid over hebben. Dan moeten we de politieke podcast gaan maken misschien. De afgelopen jaren veel persberichten. Meer motorrijders dan ooit. Meer nieuwe rijbewijzen dan ooit. Meer nieuwe motoren verkocht dan ooit.
Hoe gaat het met de motorbusiness? Ja, de motorbusiness gaat gewoon goed. Daar mogen we helder over zijn. Corona heeft heel veel leed veroorzaakt, maar het heeft ook een aantal positieve effecten meegebracht. En dat is, de motorfietsbranche heeft daar wel op mee kunnen liften. Mensen konden natuurlijk niet meer naar buiten toe. Zijn steeds vaker vanuit het openbaar vervoer naar individueel vervoer gegaan. Daar had je niet de regels en je mag alleen op die motorfiets zitten. Mensen konden niet naar het buitenland, dus de spaarrekeningen liepen ook een klein beetje op, maar gingen toch een hobby zoeken. Want vergeet niet, motorfietsen is en blijft een hobby. Er is in principe niemand in heel de wereld die echt een motorfiets nodig heeft. Maar het is ontspanning, het is een hobby. En daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt, met name ook voor de gebruikte motorfietsen. Die heeft een enorme vlucht genomen. Maar ook de nieuwe motorfietsen hebben daar hun vruchten van geplukt. Ja, voor woon-werkverkeer kun je het nuttige met het aangename natuurlijk verenigen. Dat is wat dat betreft. Ja, absoluut. Pak de motorfiets, pak een scooter. Je rijdt de stad in, je kunt de file voorbij. Het is gedoogd in Nederland, dus natuurlijk altijd opletten. Parkeren is geen probleem. Je mag hem bijna overal neerzetten waar je maar wil. Dus ja, het biedt alleen maar voordelen. Ik rijd soms zelfs een stukje om naar mijn werk. Gewoon omdat ik het lekker vind. Even op de motor, hè? Ja. Nou, met meer motoren op de weg, meer motorrijders. En het voorjaar wat er weer aankomt, nu we deze podcast opnemen, is het eind februari. Het voorjaar komt er weer aan. Ik hou mijn hart vast ook weer over het gezeik over overlast. Maak jij er wel zorgen om? Ja, we maken daar zeker ons zorgen om. Ook vanuit rijverband. De actie die vorig jaar, of de campagne die vorig jaar gestart is van luid is uit, luid geluid is uit. We proberen alle motorrijders toch zoveel als mogelijk op het hart te drukken. Dat zorg dat we onze passie, onze hobby niet in de problemen gaan brengen, doordat wij aanpassingen gaan doen aan uitlaatsystemen, onnodig gas geven op plaatsen waar het niet thuis hoort. Het zijn allemaal zaken, we moeten rekening houden dat we niet alleen op de wereld zijn, we zijn met allen op de wereld, we zijn allen in de stad. Dus hou rekening met elkaar. Dus ik snap heel goed dat mensen heel graag, en ik doe het zelf ook, op de dijkjes willen rijden, de mooie stukjes in Nederland willen opzoeken, maar respecteer ook de andere mensen die er zijn. De wandelaars, de mensen die daar wonen, doe gewoon rustig aan. Hou je aan de regels die daarvoor gesteld zijn. En dan kunnen we deze hobby heel lang volhouden met elkaar. Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, maar ja, aan de andere kant, een motor moet natuurlijk wel een beetje lekker klinken. Hè? De motor moet natuurlijk lekker klinken, daar ben ik ook met je eens. Maar doe het op plaatsen waar het wel kan. Maar zorg in ieder geval dat je motorfiets blijft voldoen aan de regelgeving die er is. Haal niet die dB-killers eruit. Ik snap dat het heel mooi is. Maar het kan niet. We moeten rekening houden met elkaar. Dus wil je dan toch een keer gas geven, doe het buiten de stad waar niemand er last van heeft. Maar niet daar waar andere mensen ook genieten van hun vrije tijd. Op welke termijn denk je dat elektrisch rijden een oplossing gaat zijn, in ieder geval voor het geluidsoverlastprobleem? Elektrisch rijden is een hoofdstuk apart. In die zin, we hebben natuurlijk aan de autokant gezien dat het al op dit moment al heel erg is ingeburgerd. Maar heeft ook een hele lange adem nodig gehad. En met name de fiscale sturing die erachter heeft gezeten, die heeft ervoor gezorgd dat we op het punt zijn gekomen waar we nu zijn. We zijn met Nederland inderdaad, wat dat betreft, erg verwend met de elektrificering. We hebben de grootste dichtheid als het gaat om laadpalen die we overal kunnen vinden. Ga naar het buitenland, zoek een paal en ben je echt wel even aan het zoeken. En voor motorfietsen geldt dat we de infrastructuur dus eigenlijk wel hebben staan. Alleen motorfietsen is gewoon beperkt in de capaciteit wat we aan accu's mee kunnen nemen. En motorrijders die voor woon-werkverkeer zouden het heel goed kunnen. Ik bedoel, de huidige motorfietsen, elektrische motorfietsen die er zijn, die hebben een rijkwijd, laten we zeggen, tussen de 100 en 200 kilometer. Zonder regenereren. En als je dus voor je woon-werkverkeer zo'n motorfiets gebruikt, kun je de hele week woon-werkverkeer rijden zonder dat je maar ergens een keer iets op hoeft te zoeken. Ik heb begrepen dat de Japanse merken met een soort accu-uitwisselsysteem bezig zijn. He, dus dat je gewoon, hij is bijna leeg, je komt aan bij een laadstation, je haalt als het ware een nieuwe accu op, je levert de oude in, klikt hem erin en hoppakee, je gaat weer verder. Ja, de ontwikkelingen lopen uiteen. Er zijn merken inderdaad die daar met name op focussen. Er zijn merken die gewoon focussen op gewoon de infrastructuur die ergens aanwezig is. Want het is makkelijker om ergens een paal te gebruiken dan een punt te zoeken waar je weer zo'n accu kunt wisselen. En iets wat in de motorbranche ook heel erg in ontwikkeling is, zijn gewoon de alternatieve brandstoffen. Want voor woon-werkverkeer in en om de stad kun je echt wel met een elektrische motorfiets of scooter uit de voeten. Maar de gemiddelde motorrijder gaat gewoon lange afstanden maken. Die wil ook reizen met de motorfiets. Ja, dat kun je met elektrisch op dit moment gewoon nog niet doen.
Dus alternatieve brandstoffen. En denk ook aan bij wijze van spreken de landen als je Afrika ingaat. Ja, zoek daar een laadpaal op, heb je toch een wordt probleem. Lastig. Of zoek een punt op waar je je accu kan wisselen. Ook dat wordt een probleem. Dus als je daar met alternatieve brandstoffen uit de voeten kunt. En alternatief zou dan waterstof zijn? Of, Het kan waterstof zijn, het kan synthetische brandstoffen zijn. Ja. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als we even terugkijken naar jouw hele motorrijdende verleden. Wat is voor jou het meest memorabele motormoment wat jij tot nu toe hebt meegemaakt? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ja. Maar er staat vast iets helder op je netvlies waarvan je denkt, oh, dat was zo mooi of dat was schrikbarend spannend. Of... Ja, ik denk dat iedereen wel de schrikbarende momenten, spannende momenten een keertje vroeg of laat een keer meemaakt. De mooiste herinneringen hou ik toch wel over aan de introductie die wij een keer met een motorfiets in Afrika hebben gehad. Echt een motorfiets gericht op off-road. Erachter komen wat een motorfiets uiteindelijk nog allemaal kan. Want hij kan veel meer dan dat wij, of tenminste, ik zal voor mezelf spreken, wat ik met een motorfiets kan uithalen. Maar toch uiteindelijk een keer een grens overgaan en je denkt van potverdikke, je krijgt zo'n voldoening daarvan, maar ook in die omgeving, bovenop de berg, in het zand. Het was, dat is een herinnering die bij mij nog wel helder op de geest staat. Een soort mini Parijs-Dakar wat jij zelf mee hebt gemaakt. Ja, maar dan op mijn niveau. Ook jouw niveau. Ja. Dat mag ook. Dat is het mooie ook de motorrijden. Hè? Ik bedoel, iedereen kan het of zijn of op haar niveau doen. Er zijn geen eisen aangesteld. Hè? Het gaat erom dat je plezier beleeft eraan. Als je jezelf zou moeten omschrijven, wat voor rijder ben jij? Wat voor manier doe jij dat? Ik ben over het algemeen wel een sportieve rijder. Ik vind het ook inderdaad ontzettend leuk om off-road te gaan. Ik rij voor mijn plezier, maar ik rij ook zakelijk. Zakelijk in de zin van, ik probeer toch wel bijna elke dag met de motor van en naar het werk te gaan. Maar dan nog in het weekend ook wel leuk om even op een andere manier gebruik te maken van de motorfiets. Ik denk dat we jou ook nog een keer gaan uitnodigen om langs te komen in de studio. Want in jou zitten volgens mij nog 100.000 andere motorverhalen. De ontwikkelingen over elektrisch rijden. De ontwikkelingen rondom überhaupt motorrijden in Nederland. Kom ik hier op de motor naar Hilversum. In onze studio, in ons honk van de motorpodcast gaan we daar een keer heel uitgebreid praten over motorrijden in Nederland. Ik zou het heel, heel graag doen. Dus die uitnodiging die pak ik graag aan. Niet alleen voor ons mooie merk, maar met name ook gewoon voor de hele branche in zijn totaliteit. Want we hebben een prachtige hobby en die moeten we met elkaar in stand houden. Dan de laatste vraag, ook een beetje onvoorbereid, maar heel, heel fictief hoor. Echt heel fictief. Stel je voor dat wij jou 100.000 euro voor je motorpassie zouden geven. Waar gaat die dan aan om? Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Oh, de beurs, ja, de beurs gaat open. Wat een tijd. Wat zou je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? 100.000 euro voor mijn motorpassie. Ik denk dat ik denk dat ik het bijdraag aan een evenement wat we heel graag met al onze motormerken een keer zouden willen organiseren voor de motorrijder in Nederland. Nou, die hadden we nog niet gehoord. Meestal roepen mensen, nou dan koop ik die en die motor. Heb je al wat moois zien staan op de beurs waarvan je bij jezelf denkt, ik zou het toch eigenlijk wel willen hebben? Ja, het is een snoepwinkel hier. Ik bedoel, of je nou naar die motorfiets kijkt of naar de reizen die aangeboden worden of de trainingen die je kunt volgen. Ja, jullie weten het ook, als je eenmaal met het virus besmet bent, dan is alles met tweewielende motortjes fantastisch. Ja, het mooie was, we zijn hier al vanaf 8:30, 9:15, dan is een hele lege beursvloer en dan kun je lekker op je gemak door alle stands, alle motoren. Ik heb net een hele mooie motor gezien. Tom, maar het wordt dan toch de 100.000. Ik heb ook die BMW zien staan, die 1000 in jullie stand, die M1000. Ja. Oh, fingerlicking mooie apparaat. Maar in je eentje over die lege beurs is wel fantastisch. En we gaan er zo meteen in een speciale aflevering voor vrienden van de show nog even op terugkomen. Voor nu bedankt. Heel veel succes met deze laatste beursdag, de laatste loodjes. En we spreken elkaar in Hilversum. Heel graag. De Motorpodcast. De allerlaatste motorrijden hal 10 uit. En dit is ook de allerlaatste aflevering. In ieder geval Motorbus Special vanaf Motorbus Utrecht door de Motorpodcast. Dat is zeker het geval. Wat hebben we genoten, Peter? Ik heb ze absoluut genoten, maar ik heb wel een beetje het gevoel alsof ik naar Barcelona ben gereden zonder één keer te stoppen op de motor. Ja, maar het waren 4 mooie dagen en veel mooie gesprekken gevoerd. Maar er is één gesprek het belangrijkst. Dat is dit allerlaatste gesprek met, we mogen je denk ik wel Miss Motorbeurs noemen. Rachel Jankowski, welkom weer achter de microfoon van de Motorpodcast. Super leuk dat ik weer aanwezig mag zijn en natuurlijk voor een speciale mededeling, maar daarover straks meer. De eerste vraag natuurlijk, hoe is Motorbeurs 2003?
2023 voor jou verlopen? Ja, geweldig. Ik denk echt wel dat we alle verwachtingen overtroffen hebben. We hebben echt mega veel bezoekers mogen verwelkomen. Superveel exposanten, mega veel toffe activiteiten. Ik kan niks anders zeggen dan dat ik mega trots ben op afgelopen dagen en deze Motorbeurs Utrecht 2023. Nou hadden we jou een kleine maand geleden al een keer bij ons in de studio in Hilversum. En toen zei je van ja, mijn oog is gevallen op een groen monster. En als de beurs er is, ja, dan wil ik toch eigenlijk even kijken of ik een proefritje kan maken. En ja, misschien koop ik hem dan wel. Dus de vraag is, heb je die gekocht, dat groene monster? Nee, ik heb de groene monsters wel in hal 8 zien staan inderdaad. Geen proefrit mogen maken, ook helaas niet gekocht. Je bent er gewoon niet aan toegekomen? Niet aan toegekomen, nee. Er hebben veel mensen op Motorbeurs Utrecht wel een motor gekocht. Zo meteen gaat één iemand horen dat hij zijn aankoopbedrag terugkrijgt. En er zijn nog veel meer andere mooie prijzen. Maar toch even alvast vooruitblikken naar volgend jaar. Motorbeurs 2024? Ja, dat klopt. Motorbeurs Utrecht 2024. Na deze beurs gaan we vooral even met alle partners evalueren. Wat ging er wel goed, wat kon er beter? We hebben natuurlijk een nieuw concept ontwikkeld, hè, om die 5 thema's waar we eerder het over hebben gehad. Nou, gaan we ook even kijken, gaan we alles 100% doorzetten? Moeten we nog wat aanscherpen? Dus natuurlijk ook met feedback van de exposanten en ook natuurlijk van de bezoekers. Dat nemen we altijd heel erg serieus, dus dat wordt ook zeker meegenomen. Eigenlijk is de enige feedback die wij hebben, wij staan recht tegenover een friettent en het ruikt alsof we elke dag een frituurvet hebben gezwommen. Het was wel heel lekker. We hebben heel veel friet en pizza's, alles was binnen handbereik, maar we stinken wel naar de frituurvet. Als wij de verhalen moeten geloven, iedereen die wij hier positief hebben gehoord, die met ons op de foto wilde, die mensen staan in ieder geval volgend jaar weer in de rij bij de kassa van Motorbeurs Utrecht. Nou, ik denk dat we de luisteraars niet langer in spanning moeten houden, want volgens mij moeten we gewoon iemand blij gaan maken. Hi, hallo Monique. Ben jij op Motorbeurs Utrecht geweest de afgelopen 4 dagen? Ja, dat klopt. En hoe vond je het? Ja, leuk. Leuk. Heb je nog iets moois gekocht, misschien heel toevallig? Ja, zeker. Ja, ik heb een nieuwe motor gekocht. Een nieuwe motor gekocht? Joh, ik denk je hebt misschien een paar handschoenen gekocht of vizierreiniger, noem maar op. Maar je hebt een motor gekocht. Ja, ik heb een motor gekocht, ja. Oké. Okay. Hartstikke goed. Welke motor is het geworden? We zijn altijd heel benieuwd van de motorpodcast. Dat is een Kawasaki Z1000. Mooi ding. Ja. Kawasaki Z1000. Zeker. Dan hebben wij iemand die even iets tegen jou moet zeggen, want er is iets aan de hand. Rachel hier, Miss Motorbeurs, zoals de heren mij noemen. Jij hebt inderdaad meegedaan met onze actie. Win je aankoopbedrag terug? Ja, klopt inderdaad. Bij Van Heert Motoren heb jij inderdaad een hele mooie motor gekocht. En bij deze mag ik jou verblijden, want jij hebt het aankoopbedrag van jouw motorfiets teruggewonnen. Dat meen je niet. Dat is heel gaaf. Van harte gefeliciteerd, Nienke. Ja, dankjewel. Actie wordt mede mogelijk gemaakt door Combi Motorsverzekeringen, Motorbeurs Utrecht en TomTom. Hoe fantastisch is dat jij gewoon met een gratis motor vanaf Motorbeurs Utrecht bent weggegaan. Ik vind het echt fantastisch. Ja, ik ook. Ik had het niet verwacht. Heel veel veilige kilometers. Dankjewel. Mooi is het om iemand blij te maken met gewoon zijn aankoopbedrag terug te geven. Ja, ik ben er wel een beetje jaloers op hoor. Jullie weten het, hè? Kawasaki is echt een van mijn favoriete merken. En ik heb natuurlijk ook de motorfiets gezien die het is geworden. Het is een hele mooie witte geworden. Dus ik ben wel een beetje jaloers op Nienke. Maar ik wens haar vooral heel veel veilige motormeters toe. Er zijn meer winnaars, hè? Heb je nog? Ja, zoals gezegd, we hebben natuurlijk ook twee mooie sponsoren aan deze actie gekoppeld. Waaronder Combi Motorverzekeringen. En inderdaad, 5 mensen gaan we nog blij maken met een motorverzekering ter waarde van maximaal €449. En die ga ik bij deze opnoemen. Maximiliaan Korts, wat een mooie naam. Jij hebt een motorverzekering gewonnen. Dan hebben we nog Chris van Boeien. Kimberly Rowan. Roy Zwanenberg. En als allerlaatste André van de Bunt. Nou. Zij winnen dus die motorverzekering van Combi Motorverzekeringen. Ter waarde van €449. Jij hebt nog meer prijzen? Ik heb nog meer prijzen, jazeker. We hebben nog 3 prijzen weg te geven. En dat is de TomTom Rider. Mede mogelijk gemaakt door onze sponsor en partner TomTom. Dus die namen ga ik nu ook bekendmaken. Dus vinden jullie ook later terug in de comments en in de socials. Want het gaat snel. Als eerste hebben we Erik Boerboom. Van harte gefeliciteerd. Dan hebben we nog Colette
Blom, ook jij gaat straks de weg op met een TomTom Rider. Ik kan niet anders zeggen dat dat een fantastische motorbeurs was voor ons, Peter. Ik denk dat wij langzaam moeten gaan inpakken. Want ik zie alleen maar standhouders hier de beurs verlaten. We moeten gaan schoonmaken. De studio moet weer naar Hilversum, naar ons vaste motorhonk. Rachel, dankjewel voor deze fantastische motorbeurs Utrecht 2023. Wij kijken met heel veel van onze luisteraars uit naar motorbeurs 2024. Motorbeurs Utrecht 2024. Ja. Mijn stem is nu echt klaar, denk ik. We moeten echt erin pakken. Neem even een drankje en dan komt het wel weer goed, hoop ik. Dennis, Peter, jullie ook hartstikke bedankt voor jullie mooie samenwerking en al het moois wat jullie de afgelopen dagen weer hebben neergezet. Hartstikke mooi. Rachel, graag gedaan. Dit was echt de laatste aflevering vanaf Motorbus Utrecht, Peter. We gaan inpakken. Wij gaan terug naar ons studio in Hilversum. Daar gaan we weer elke twee weken een mooie motorverhaal delen. Met mensen die een mooi verhaal te vertellen over de passie voor motoren. Nog een aantal mensen voor wat betreft ons extra bedanken. Want zonder jullie hulp hadden we niet in deze mooie stand op Motorbus Utrecht kunnen staan. Vincent, Nisse, Corwin, Hans, Agnes en Rachel. Bedankt voor jullie hulp in deze fantastische stand. En iedereen van Motorbus Utrecht en Jaarbeurs die ons geholpen heeft met dit fantastische project. Ook voor jullie hartstikke bedankt. Als dit de eerste aflevering was die je hebt geluisterd, en dat zou zomaar kunnen, want we hebben heel veel nieuwe fans gekregen de afgelopen dagen, dan weet je nu hoe het werkt. Abonneer je gewoon in de podcast app waarin je nu luistert. Druk op volgen, dan krijg je automatisch een berichtje bij de volgende aflevering. En dan zeg ik, over twee weken zijn we er weer. Dan gaan we het over een iets minder feestelijk onderwerp hebben, namelijk een uitvaart op de motor. Letterlijk de laatste rit verzorgd op een motor. Dat wordt een hele indrukwekkende aflevering, denk ik. En die zie je automatisch in je podcast app verschijnen. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.